en welkom bij een nieuwe videoles en deze keer gaan we kijken hoe we in een studiewijzer een bestand kunnen toevoegen. Bij bestanden moet je denken, bijvoorbeeld in deze studiewijzer voor klas 1, daar heb ik nu de studiewijzer die we vroeger op papier gaven al in de planner gezet. Maar ja, ik vind het natuurlijk ook wel leuk dat ze de oorspronkelijke studiewijzer die ik in de klas uitdeel, dat als ze die kwijtraken, dat ze hem zelf kunnen openen en zelf kunnen uitprinten. En hoe doe je dat nu? Nou, je moet natuurlijk dan een bestand hier gaan toevoegen. Alleen eerst moet je zeker ervan zijn dat het bestand er staat. Dus ik controleer altijd eerst even of als ik naar documenten ga. En dan naar wiskunde, leerjaar 1, Atheneum HAVO, studiewijzers. Of daar het bestand staat dat ik wil hebben. En nou, zoals jullie zien, het is er vrij leeg, dus het bestand staat er niet. Dan druk ik op de rechtermuisknop en dan krijg ik bestand toevoegen. En dat bestand toevoegen, dat is een bestaand document. Ik weet namelijk dat ik hem thuis op mijn computer heb staan, of thuis, dat ik hem hier op mijn computer heb staan. En dan ga ik kijken en dan ga ik zoeken in mijn bestanden tot ik de goede voor mijn neus heb. En in dit geval is dat dus in planners voor de onderbouw, voor HAVO VWO, de planner van hoofdstuk 4. En die ga ik nu openen. En op het moment dat ik op openen druk, wordt die automatisch geüpload naar de ELO. Als dit grote bestanden zijn, kan het best zijn dat het wel eens een tijdje duurt. Dus hou daar ook rekening mee. Dat hangt gewoon van je eigen internetverbinding af. Maar dit was een klein bestandje en hij staat er nu. Dan ga ik weer terug naar mijn studiewijzer. De studiewijzer waar ik aan het werken was, die is nog steeds geselecteerd. En dan ga ik zeggen van nou, wat is dit? Links en documenten. Ja, dit is wel een link of een document. En dan ga ik hier gewoon zeggen, wat wil ik doen? Ik wil geen onderdeel toevoegen, maar ik wil een materiaal toevoegen. En dat materiaal dat ik wil toevoegen, dat staat in wiskunde, onder leerjaar 1, Atheneum HAVO, studiewijzer, planner, hoofdstuk 4. Druk ik op voltooien. Dan staat ineens mijn bestand hier. En dan ben ik helemaal blij, want dan heb ik dus dat bestand te pakken gekregen. Ik ben Jan-Willem van voorwerten.nl. Ik hoop dat je iets van deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.